donderdag 8 januari. In de late namiddag was het bijzonder druk bij de brandweer en de technische dienst van de stad Nienhoven. De hemelsluizen boven onze regio stonden volledig open en hierdoor ontstond er ook wateroverlast in enkele deelgemeentes. En dat meer bepaald in Denderwindeke, Appelterre en in Meerbeke, waar de Sint-Pieterstraat voor alle verkeer werd afgesloten. En dat ten gevolge van de Elsbeek die buiten haar oevers is getreden. Bij het maken van deze montage kregen we ook net de melding binnen dat de Leebeekse Kerkstraat ook is afgesloten voor alle verkeer ten gevolge van wateroverlast.